Moeten mensen bang zijn voor bijen? Nee, dat hoeft niet. Ze steken niet. Want als ze steken, dan gaan ze gelijk dood. Dus dit is het laatste redmiddel voor hem. Dus ze gaan niet zo snel steken. En jullie zien dit gelijk, dus in de bijenkast is hierachter en ze doen mij niks. Ze vallen mij niet aan, ze gaan gewoon... Kunnen jullie het zien? Oké, ze gaan gewoon rondom mij ons heen vliegen. Oké, nu eentje hier. Oh, die voelt zich roepen. Dat is een bij. Oké. Michael is stadsimker in Gein. Hij zet zich in om de bijenpopulatie op peil te houden. Wat als er geen bijen meer zijn? Nou, dan gaan we zeg maar binnen 10 jaar dood, denk ik. 10, 20 jaar zeggen ze. Dus, Oké, we kunnen nog aardappel of iets anders eten, maar geen aardbeien meer, geen koffie. Oké, koffie is niet zo erg. Maar twee derde van de planten of de voedselgewassen zijn afhankelijk van de bijen voor de bestuiving. Dus 2/3 gaat dood. Dus op een gegeven moment gaat de vogels ook dood. En wij ook. Nu zijn we hier in een woonwijk. U woont ook in een rijtjeshuis. En heeft u nu 1 bijenkast in de tuin. Wat vinden de omgeving daarvan? Ja, sommigen die zijn nog een beetje huiverig. Ja, oké, één, maar de meerderheid is toch wel is te spreken. Ze hebben ook niet zoveel. Ik heb er eigenlijk geen last van. Hij beheert meerdere bijenkasten in Zuidoost. Ja, we zijn naast het fietspad, of parallel aan het fietspad, richting Hoogedijk. En het mooie van hier is, de bijen, die kan naar de wijken naast mij of voor mij vliegen om daar hun bloemen te halen of de stijfmeel te halen. Er staan nu 5 kasten hier. Ja, dus wordt steeds meer. En ik probeer ook in Zuidoost te verspreiden. Dus ik ben nu in gesprek met de Bloei en Groei in Vensterpolder. En met, Groene vinger moestuin of moestuin Groene vinger. Daar probeer ik ook in een kastje te plaatsen. En ook misschien in Heesterveld. Dus met 3 organisaties ben ik nu in gesprek. Ik probeer de bijenkasten meer de wijk in te krijgen. Naast die ene bij Matthijs. Zo, dat noem je pas stadsimker. Dus ik ben ook eigenlijk stadsimker. Ja, dus dat de bijen in de stad hun voer halen. Ja. En als de mensen weer leren, kunnen ze hier ook rustig leren. Ja, ik probeer ook een ander plekje te zoeken. Waar ook makkelijker bereikbaar is voor de kinderen en ook voor andere mensen. Ik ben eigenlijk van plan meer fondsen te krijgen om beschermend kleding, imkerpakken aan te schaffen. Dus als het gasten zijn of mensen weer leren, dan kunnen ze ze goed beschermen. Eigenlijk voor eigen belang dat we ook de bijen gaan redden. Onder bestuiving is er geen fruit? Geen fruit, geen eten. In ieder geval. Ja, is irritant als je bij je oren gaat. Oké. Je kan beter even stoppen. Dus, die ene bij die is een beetje irriterend. Ja. Moet je filmen? Ja? Ja, laat maar gaan. Even gaan. Hij is een beetje... Ja, oké. Je kan beter even stoppen, anders word je gestoken. Volgens mij ben ik ook al hier gestoken. Zo net.